Burgemeester, laten we beginnen met de actualiteit. Er was een grote brand in de Weeshof recentelijk. Ja. Drama voor de ondernemers, voor de omwonenden. U bent er ook geweest? Ja, uiteraard. Er is op zich flink gewerkt door de brandweer. En daardoor heeft men de Lidl supermarkt nog met een forse inspanning weten te redden. Maar de rest van het winkelcentrum kun je eigenlijk als verloren beschouwen. Dat was woensdagochtend zichtbaar. En de stemming bij de ondernemers was natuurlijk heel erg bedrukt en verdrietig. En je moet zich daarbij vooral voorstellen, kijk, als je daar als één pitter zit of als kleine ondernemer, zelfs als je goed verzekerd bent, ja, moet je jezelf ook de vraag stellen. Je hebt het opgebouwd en je moet dan weer helemaal opnieuw starten. Ja, laat staan als het financieel niet helemaal uit kan. Dus iedereen, dat hebben we ook afgesproken toen ik daar was, iedereen moet ook voor zichzelf natuurlijk goed de emoties even wat laten zakken en dan ook de afweging maken van hoe wil je verder. En ze hebben zich in ieder geval wel gegroepeerd om daar samen met de eigenaar en ons over na te denken. Het is uw taak natuurlijk om daar naartoe te gaan. U praat met mensen. Wat kunt u op zo'n moment doen? Op dat moment is het allerbelangrijkste dat je je belangstelling en ook je zorg en ook je verdriet over hun zorg met de mensen deelt. Ik bedoel, iedereen begrijpt of misschien ook wel niet, maar iedereen is natuurlijk toch een bepaalde emotie. Verslagenheid vond ik eerlijk gezegd nog meest bedoeld. Het was niet zo dat er een opgewonden stemming was en mensen luidkeels jammerend rond dit. Maar het doet gewoon wat, man. Ook met mensen die er niet direct bij betrokken waren, maar in de buurt wonen. Hè. Ik bedoel, je ziet toch een aardig winkelcentrum letterlijk in rook op gaan. Ja, en ik vond het zelf ook heel opvallend. Je komt daar en dan hoor je gelukkig de vrolijke kinderstemmen van de school ernaast. En ja, dat is dan natuurlijk ook het typische. Hè? Het leven gaat erdoor. De ondernemer van de Lidl was helemaal opgetogen tot zijn zaak gespaard was gebleven. Ja, en dan spreek je met ondernemers die in zak en as zitten. Ja, dat zijn wel contrasten, hoor. Ja, dat geloof ik. Dat winkelcentrum had een belangrijke functie, hè? Want nu is het dichtstbijzijnde is of Hatert. Winkelcentrum Dukenburg zit er natuurlijk in. En Malfort is iets kleins. Meijhorst. Er wordt natuurlijk al snel gespeculeerd. Hoe nu verder? Er lagen al plannen, nieuwbouwplannen. Hoe nu verder? Ja, kijk, verstandig is om in ieder geval nu weer eens even te kijken van, en iedereen moet daar voor zichzelf een antwoord geven, van wil je überhaupt verder op welke manier? Dan kun je in eerste instantie kijken, dat is nu de eerste stap, kunnen we op korte termijn iets doen waardoor iemand bijvoorbeeld wel een winkel kan openen? Hè? Ja. Ik denk naar de situatie met Jan Linders en Lent, hè, tot je in ieder geval zo snel mogelijk weer voorziening. De situatie is natuurlijk wel anders tussen een supermarkt en een stomerij of een ander type zaak. Er liggen inderdaad plannen, ook voor te komen vanuit de eigenaar zelf, voor een vernieuwing. Nou, we moeten eens kijken hoe goed die te doen zijn. Ik heb in ieder geval aangegeven dat we als gemeente natuurlijk daar positief in mee willen denken. En daar waar we kunnen, procedures zo snel mogelijk laten lopen. Zoals we dat ook in Lent hebben gedaan. En daar was het natuurlijk ook heel vreselijk. Eerst zit je ook letterlijk in zak en as en toch betrekkelijk korte tijd daarna kon de noodwinkel van start gaan. Het is wat complexer, hè? Een heel winkelcentrum toch afbrandt op één of twee zaken na, is toch wel iets anders dan één winkel. Ja. Maar ik heb wel de indruk dat er een positieve stemming is te midden van alle verdriet wat er natuurlijk ook heerst. En laten we hopen dat we in ieder geval snel zaken kunnen doen. In dit soort gevallen begint het speculeren natuurlijk ook al vrij snel in de brand, uit de brand. Zijn daar aanwijzingen voor? Nee, het onderzoek van politie en brandweer heeft eigenlijk niets opgeleverd wat direct een bepaalde oorzaak aanwijst. Dat is ook het dubbele vervelende aan brand. Het vuur en mensen onderschatten, dat gaat ontzettend snel. Dat is ook wel gebleken. Op het moment dat een pand, het lege pand van de voormalige Spar, waar het waarschijnlijk begonnen is, het pakt het dak, dan is het bijna al niet meer tegen te houden. En brand, ten tweede, vernietigt heel veel sporen. Dat is waarschijnlijk wat hier ook gebeurd is, dus ik vrees dat we daar het antwoord voorlopig nog niet op hebben. Okay. Is er aanleiding toe om ons daar zorgen over te maken of zijn die signalen echt in het geheel niet? Of dat het een brandstichting zou zijn, bedoel ik? Ja, nogmaals, dat weet ik dus gewoon niet. Het kan dus een bepaalde storing zijn geweest, maar goed, een leeg pand. Er kan natuurlijk ook iets ingegooid zijn, al of niet met opzet. Dat is allemaal speculatief. Ik denk dat we
Dat leert ervaring met dit soort branden ook wel. Dat is natuurlijk op zich relevant om te weten wie of wat ervoor verantwoordelijk is. Maar het helpt je niet als je naar de toekomst wil kijken. Als je naar de toekomst wil kijken, moet je weer iets gaan opbouwen. Dus dan is het eerste gesprek ook, en ook de eerste vraag aan ondernemers van wat willen jullie zelf? Wat gaan we doen, precies. En wil je dan bijvoorbeeld iets tijdelijks doen? Of zeggen we, nou laten we in één keer maar goed doen. Want tijdelijk kost ook geld en levert niet per se gelijk weer nieuwe klanten of meer klanten op. Dat moet je ook beseffen. Nogmaals, een supermarkt tijdelijk openen is toch iets heel anders dan als je bijvoorbeeld een kledingzaakje hebt. Dat werkt niet op dezelfde manier. Nou, begrijp ik. Ander onderwerp. Verkiezingen zijn inmiddels achter de rug. We mogen vaststellen dat de regio goed vertegenwoordigd is in Nijmegen. Ja, dat mag je wel zeggen. Want we hadden al 4 Eerste Kamerleden. Dat weten misschien niet zo heel veel mensen. Maar nu ook 4 leden van de Tweede Kamer. En dat is uniek, denk ik, in de moderne geschiedenis van onze stad. Ik weet niet hoe ver ik terug moet gaan om iets vergelijkbaars in. Misschien zelfs nooit. Maar we zijn na Amsterdam en Den Haag, waar ze altijd wat meer dan gemiddeld Kamerleden hebben, denk ik, relatief een van de best vertegenwoordigde steden en plaatsen in het land. Dus prachtig. Ik heb in aanloop naar de verkiezingen wat debatten mogen leiden. En veel gehoorde klank was toch, ook richting de aanwezige Kamerleden, dat Nijmegen toch wat te bescheiden is in zijn eigen PR. Dat men in Den Haag nu niet zo goed weet waar Nijmegen ligt. Nou, dat moet nu toch wel goed geregeld zijn, zou je denken. Nou, volgens mij wisten ze dat van tevoren ook wel. Zo groot is het land nou ook weer niet. Hè? Er zullen ongetwijfeld wat mensen in Amsterdam zijn die dat niet weten. Maar ik permitteer me te zeggen, die hebben wel moeite om de afslag Utrecht te vinden. Dus dan zal Nijmegen en Arnhem en andere steden in de periferie van ons land ook niet zijn. Kijk, dat debat over of wij te bescheiden zijn of dat ze Den Haag ons niet kennen, dat is volgens mij al zo oud als de baard van Methuselem. Dat is echt heel erg vrij oud. Ja. Dat is vrij oud. Er is maar één manier om daar goed op te reageren. En dat is ook met een zeker positivisme. Er gewoon uitgaan van eigen kracht met goede plannen te komen. Zoals wij bijvoorbeeld in januari samen met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland een investeringsagenda hebben gemaakt. Die ook is aangeboden aan de Rijksoverheid en waar wij dan ook de steun op zoeken en deels zal vinden en deels zullen vinden de komende jaren. Dat is je allerbeste strategie. En de Tweede Kamerleden kunnen helpen, omdat die natuurlijk meer dan hun collega's in het parlement gevoel hebben van wat hier leeft in stad en ommeland. Die kun je natuurlijk goed inschakelen als je iets wilt doen. Om je een voorbeeld te geven, voorbije week vrijdag, dus voor de goede week, hebben we de nieuwe Kamerleden met de Eerste Kamerleden ook uitgenodigd. Hebben ze bijgepraat over onze Green Capital ambities, waar we tenslotte ook nog steun van de Rijksoverheid willen hebben. En dat kun je ook politiek neutraal doen, want dat is gewoon een heel mooie titel. Dat kan een mooi feestjaar worden. En dan helpt het wel als je een Tweede Kamerlid hebt die kan zeggen aan de collega, ja nee, maar als ze dat vragen, dat is geen flauwekul, dat is geen propaganda stunt daar in Nijmegen. Dat is een hele mooie titel en daar heeft onze stad ook wat op te bieden. Ik zou kunnen zeggen, dit college is een mooie kweekvijver om door te stromen naar, of deze raad om door te stromen naar Den Haag. Ik dacht bijna dat u weer uw vragen ging herhalen. Nee, burgemeester. De raadsleden, er is een mooi aantal geleverd. Hè? Dus wat dat betreft. Ja, er zijn in ieder geval 2 raadsleden die nu in de raad zaten, zijn gestapt. En nog iemand die pas kort geleden uit de raad is gegaan. Let op met de term kweekvijver. Je moet ook durven zeggen dat Nijmegen ook jaren nauwelijks iemand had, of zelfs helemaal niemand uit Nijmegen in de Tweede Kamer zat. Dit is wel heel bijzonder en ik denk dat we daar ook het belang van de stad en ons allemaal heel goed gebruik van kunnen maken. Over en weer, maar nogmaals, een Tweede Kamerlid is en blijft natuurlijk verantwoordelijk met 149 anderen voor het wel en wee van het hele land, maar kan het wel goed meenemen. Ik weet zelf uit mijn tijd, als je wat meer gevoel hebt bij een bepaalde stad of regio, omdat je er vandaan komt, ja, dan kijk je er toch net even iets anders naar, met de algehele verantwoordelijkheid die je hebt natuurlijk. Mensen blijven ook in de regio wonen vaak. Hè? Dus, Zeker. Dat is, ik denk dat de tijden dat je kon permitteren om alleen maar in Den Haag rond te hangen, ver achter ons zijn. Er wordt tegenwoordig, vind ik, veel meer gekeken naar de regionale spreiding. Dat lukt niet altijd overal even goed, als ik zo eerlijk ben. Maar laten we niet zeuren. Nijmegen komt er goed vanaf deze keer. Zo is dat. Ook alweer een tijdje achter ons, maar veel besproken is het uitduel van NEC tegen Vitesse. Op de laatste training, waar altijd het vuurwerk ter discussie staat, verscheen een, ik citeer, kleine legermacht om de supporters in de hand te houden. Was dat nou allemaal nodig? Ja,
Een paar weken ervoor was de thuiswedstrijd tegen Utrecht. En toen hebben een aantal supporters, een 80 à 100 dan maximaal, ondanks afspraken daarvoor met de politie en gemeente vanaf een horecagelegenheid vanuit Hatert naar het stadion te gaan, vuurwerk af te steken, hebben een aantal buurtbewoners flink te stuipen op het lijf gejaagd. Sommigen voelden zich echt gewoon ook geïntimideerd. Daaruit bleek ons dat we na een aantal succesvolle jaren waar we een aantal raddraaiers er echt goed uit hebben weten te halen. Ja, zoals we dat wel eens noemen, een politiekring. Er is toch weer een nieuwe generatie in opkomst die eens wilde laten zien wie ze zijn. Ja, dan heb je als overheid een mooie optie. Dan laten wij ook eens zien wie we zijn. Showing the flag noemen de Amerikanen dat. En we hadden echt wel aanwijzingen tot op die trainingsochtend. Niet eens alleen het vuurwerk. Er is ook iemand opgepakt die toch nog probeerde om het vuurwerk het trainingsveld op te komen. Dus dat bewees het gelijk al. Maar in de omgeving van het stadion waren er ook diverse mensen op de loer om te kijken. Is er politie en kunnen we wat doen? Ik snap best wel dat als je de politiemensen ziet. En zo'n groot paard met de politie, man of vrouw erop. Dat maakt best wel indruk. Maar daardoor hebben we wel de rust daar bewaard. En hebben we eerlijk gezegd ook de supposten die daar stonden bij de ingang ook geholpen. Omdat anders misschien een groep zich naar binnen had willen wurmen. Maar nou heeft iedereen natuurlijk de handen in onschuld. Dat past wel bij deze week. Maar dat spelletje ben ik wel gewend bij sommige mensen. Ik denk dat de mensen die echt alleen voor de training kwamen dankbaar kunnen zijn dat we het zo rustig hebben gehouden. Ik hoop niet dat we het elke keer moeten doen, begrijp je niet verkeerd. Want als we al bij de training met politieoptredens moeten beginnen, waar moet dit eindigen? En dat zou ook niet passen. Nee. En zoals we de afgelopen jaren ook samen met club en goedwillende supporters juist een andere aanpak. Want de politie inzet bij NEC is de afgelopen jaren steeds minder geworden. Dat vind ik een pre. Zelfs bij de wedstrijden thuis tegen Vitesse zijn we met minder politie aan het werk tegenwoordig. Dus dat is ook een groot compliment aan iedereen. Ook die supporters, en dat is toch de meerderheid, die van goede wil zijn. Dus laten we ons niet misleiden dat door één training waar het even nodig was, dat er nou iets anders aan de hand zou zijn. Dat geloof ik niet. U noemt het, hè, die meerderheid, die is allemaal van goede willen. Het is toch weer een kleine club mensen die dan verpest voor de rest? Ja, wat is verpesten? Er is feitelijk niet zo heel veel gebeurd. Dankzij het aanwezig zijn en ook vooral zichtbaar zijn van politie. We hebben het verleden natuurlijk wel meegemaakt dat er wel ernstige dingen gebeurden, dat geweld ook plaatsvond. Ja. Ik constateer dat het de afgelopen jaren stukken minder is geworden. Dat is niet alleen de verdienste van politie, maar zeker ook van de club, zeker ook van supporters, bepaalde supportersbewegingen die volgens mij daar een mooie rol in hebben gespeeld. Ik kan me nog die kampioenswedstrijd een paar jaar geleden herinneren. Toen toch wat types het veld op gingen, tot toch de rest van het stadion zich er tegenkeerde. Op dat moment is dat vervelend, maar het zijn wel momenten geweest waarop het wel eens gaan kantelen. Ja. En laten we nou als Nijmegenaren en toch allemaal liefhebbers van NEC, daar ga ik vanuit, de energie nu alsjeblieft stoppen in die vier wedstrijden die toch nog wat punten moeten opleveren. Het echte vuurwerk moet niet gebeuren door politie optreden bij een training, maar op het veld. Toch? Nee, dat begrijp ik. Maar verder heb ik er geen verstand van. Nee, u heeft natuurlijk de prachtige uitgangssituatie dat u nog twee keer kampioen kunt worden met VVV er ook nog bij. Ja, als u zo ver terug gaat, dan in Venlo gaat het wel goed. Maar laten we ons nu concentreren toch dat we ook NEC, met zo'n echte traditionsverein hoort natuurlijk gewoon in de Eredivisie thuis. En ik heb het al een paar keer gezegd, ook hier is optimisme nodig. Ja, optimistisch blijft u wat dat betreft. Ander onderwerp wat niemand ongaan kan zijn, is de discussie over de Donjon. Ja. Kunt u eerst nog eens even uitleggen wat daar sinds 2005, geloof ik zelfs al, gebeurd is met een referendum en de periode vooral daarna? Want we zijn natuurlijk een tijd verder en het ding staat er nog steeds niet. Ja, het duurt echt een hele tijd. Hè. Dat referendum, dus nog meer dan 10 jaar geleden, heeft een duidelijke meerderheid van de Nijmeegse kiezers die toen opkwamen gezegd, nou, herbouw een donjon terug. Dat kan natuurlijk nooit letterlijk dezelfde toren zijn zoals die ooit 2 eeuwen geleden daar stond. Ja, wat je dan ziet, is een particulier initiatief. Dus die mensen moeten geld ophalen, moeten ontwerpen gaan maken. Het is denk ik voor de uitzending te complex. Ja. En ik kan het ook eerlijk gezegd niet helemaal vertellen waarom dat dan zo lang duurt. Maar dat is wel nodig geweest. Kijk, ik vind dat dit initiatief is al een paar keer van gezegd, dat gaat nooit lukken. Bestemmingsplan komt niet rond. Bestemmingsplan is er. Niet op tijd, want dat was 31 december, moest het klaar. Ja, nee, dat is bestemmingsplan. Dat was uw idee? Dat zijn die procedures. Ja. Er moet een vergunning worden ingediend en de voorwaarden vergunning, nou, dan moeten we nog zien of het lukt. Ja. Die ligt er en die wordt nu getoetst. Krijgen ze wel genoeg huurders?
kunnen er mensen zitten. Ik heb allerlei namen gehoord, de universiteit, weet ik allemaal. Gaat ze niet lukken? Het ziet eruit dat ze dat voor elkaar krijgen. Dus ik vind wel dat hier het glas echt half vol is. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik zou het super vinden als dit lukt. Ja. Het zal echt een aanwinst voor de stad zijn. Je kunt een eeuwig debat voeren. Moet je iets terugbouwen of niet? Nou, het park heeft er ook eeuwen niet gelegen, is er nu wel. Maar we zijn er niet. Kijk, we hebben als gemeente altijd gezegd, we zitten hier positief in, maar wel neutraal. Dus de stichting die het moet organiseren, moet het geld voor elkaar krijgen. Er zal nu eerst ook uitgebreid onderzoek moeten komen, archeologisch. Overigens, dat onderzoek is sowieso nodig, ja. Ook als je daar bomen gaat planten. Want dan ga je automatisch, bomen, wortels, die gaan veel dieper de grond in dan, geloof ik, 30 centimeter. Dus archeologisch onderzoek is een must en dat zal tijd en dat zal ook geld kosten. Dus we doen het heel zorgvuldig. Maar ik vind het wel een glas half vol. Ja. Zie ik, er is wel al een hoop bereikt in de afgelopen jaren. Je kunt ze aan doorzettingsvermogen niets verwijten. Dat zou ik toch willen zeggen. En dat zie ik toch wel graag in mijn stad. Zo is dat. Toch is er een boel rumoer geweest de afgelopen tijd. En in één keer is het weer politiek geworden. Terwijl je zou denken, de kogel is door de kerk. En maken maar. Hoe kan het dan toch dat zo'n onderwerp weer onderwerp van discussie dat wordt? Dat heeft deels natuurlijk wel met die lange duur te maken waar u terecht naar verwijst. En laat ik dan aan de andere kant zeggen, hoewel ik zelf dus dit een fantastisch initiatief vind. Dit is wel de bakermat van de stad. De Valkhof is bij wijze van spreekwoordelijk de eerste plaats waar stedelijk Nijmegen toch gebouwd is. Waarvan alles zich heeft afgespeeld de afgelopen 20 eeuwen. Hartje stad. Ik vind het juist de prijzen mensen, ook al zijn ze tegen de donjon, dat ze zich druk maken over het park. Dit is gewoon een hele cruciale plek. Dus mag daar ook discussie over bestaan. Ik vind wel dat burgers in de stad mogen verwachten dat de overheid zich houdt aan haar beloften die er zijn. En die doen we ook. Alleen het initiatief ligt niet zozeer bij ons, maar natuurlijk bij de particuliere club die het organiseert. En wij werken ermee als zij aan alle randvoorwaarden kunnen voldoen. Dat de discussie er is, misschien is het zelfs wel goed. Dat haalt weer eens alle argumenten omhoog en dan raken we ook weer de drongen van wat hier toch een bijzondere ontwikkeling gaande is. Dat kan ik alleen toejuichen. Het zou me eerlijk gezegd ook verbaasd hebben als het nu allemaal stil bleef en op een gegeven moment zou die toren staan, we knippen een lint door en hij is open. Dat zou ik curieus hebben gevonden. Dus moet u ook positief stemmen dat Dagblad Gelderlander daar een debat over organiseert, dat daar honderden mensen op afkomen. Zeker. Het leeft enorm. Ja, zeker, maar dat verbaast me, dat doet me deugd, maar het verbaast me niet, omdat geschiedenis in deze stad sowieso al tijden heeft. Niet voor niets is geschiedenis al jaren een van de kenmerken van onze city marketing. Dat trekt mensen aan, dat beweegt heel veel Nijmegenaren, daar zit van alles aan vast. En nogmaals, je hebt het hier over, nou ja, toch wel de bakermat van de stad Nijmegen, het stedelijk leven in Nijmegen, zoals een jaar of 2000 geleden begonnen is. Ja. De betrokken partijen, die namen die zijn bekend. Feitelijk gaat de gemeentepolitiek natuurlijk niet over wie daar de boel gaan uitbaten. Nee. Toch staat ook die partij ter discussie. Hè? Wie wordt nou exact die huurder? Dat soort vragen. Is daar ook nog iets waar u als college iets van moet vinden? Nee, als het beantwoordt aan wat de bestemming is van beoogd en het geeft een stabiel plan. Kijk, we gaan natuurlijk geen vergunningen geven. Als je het idee hebt, nou, over een half jaar is het zaakje al failliet en houdt het op. Maar het is natuurlijk niet aan ons om te beoordelen wat wij van verschillende initiatiefnemers vinden. Eerlijk gezegd zou ik tegen mensen zeggen die vinden we ons daarmee te bemoeien. Wat zou je ervan vinden als ik ga bepalen wie er bij jou in huis moet gaan wonen? Je bepaalt toch ook zelf hoe groot en klein je gezin is. De overheid gaat gelukkig in dit land over slechts beperkte dingen en zeker niet alles. Daarom ben ik ook blij dat ik in Nederland woon en niet in prachtige landen iets wat verder. Ja. Goed, de paasdagen komen eraan. Is dat voor u nog een moment om een stapje terug te doen of gaat het werk gewoon door wat u betreft? Nee, gelukkig is met zeker paaszondag en ook tweede paasdag, dat zijn echt wel momenten om wat rustiger aan te doen en de familie ook voor mij een mooie feest, passend in natuurlijk de katholieke traditie. Dus het zijn mooie momenten om even na te denken over het leven en wat het verder kan brengen. Ja, die traditie wat u betreft staat natuurlijk niet ter discussie. Scholen schijnen daar wel over na te denken op dit moment. Het onderwijs vraagt zich af of je die de christelijke traditie zo nadrukkelijk moet vieren. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is een hen uiteraard. Gelukkig leven we
Het lijkt wel een reclamespot van Nederland op deze manier. Maar gelukkig leven we ook in een land waar vrijheid van godsdienst en opvatting zeer vrij is. Daar heeft de burgemeester per definitie geen opvatting over. En dat is maar goed ook. Hij heeft vast een opvatting, maar hij gaat heel. Ik heb opvatting over van alles en nog wat. Zelfs over hoe het met de voetbalcompetitie moet. Maar ook daar ga ik niet over. Nou, God voor de boeg. Positivisme, geloof ik, hè, dat u daarin predikt. Zeker. Ik denk dat je... er zijn een heleboel dingen die eeuwig zijn en die gelden. Maar je hebt als mensen altijd de kans om er zelf iets van te maken en een bepaalde draai aan te geven. En zo moet je leven. Als je zo niet leeft, ja, dan kun je net zo goed zeggen, ik ga rustig in een stoel zitten en ik wacht op het einde, want het schijnbaar ligt in de handen van de anderen. Dat is niet zo. En er zijn genoeg goede voorbeelden van dat het kan keren. En er kunnen ook verrassende dingen komen. Dus ik hoop dat dat op het veld ook zichtbaar gaat zijn. Toch? Wens ik u een mooi voetbalweekend en een mooi paasweekend.